Het is 5 februari en we gaan gluren bij de buren. Je hebt je huis opengesteld voor gluren bij de buren. Waarom? Nee, ja, ik denk voornamelijk omdat het voor mij een combinatie is. Dat ik in mijn eigen huis dan kan optreden. En ik vind dat gewoon heel leuk. En ik heb een piano staan. Ik heb als kind vanaf kinds af aan pianoles gehad. Maar sinds mijn studententijd speel ik bijna nooit. En dit is voor mij dan ook een soort stok achter de rug om weer te gaan spelen. En dan daarna optreden. Nou, dat vind ik heel leuk. Waarom Grieks? We leven ook met verschillende culturen. En ik ben dan zeg maar een Griekse cultuurdrager. Ik ben blij dat je dat kan delen met andere mensen. En ik hoop dat het overal in Nederland ook zo gaat. Want dit ben ik, dit kan ik. Kom luisteren. En ik heb het lekker voorbereid. Dus je oefent een paar keer. En dat is ook alweer ontzettend leuk. En je biedt iets aan de mensen, aan de voorbijgangers. Waarom gluren jullie mee bij de buren? Nou, om mooie muziek te luisteren. Dat was het voornaamste eigenlijk. Allemaal verschillende dingen in de stad. Dat leek ons erg leuk. En tegelijkertijd is het ook wel heel knus en gezellig dat dat bij mensen thuis is. Wat had je ervan verwacht? Ik wist wel dat het voorstellingen zijn van de bewoners zelf. Dus eigen initiatief. Dus eigenlijk had ik daar geen verwachting van. Behalve dat het wel heel erg gezellig zou kunnen zijn. En mensen uit de buurt die elkaar ook op die manier ontmoeten. Dat leek me wel een heel mooi concept. Ja, hartstikke leuk. Alles met inderdaad die huiskamersetting, onafhankelijke cultuur. Gewoon ja, echt mensen die iets gewoon voor elkaar organiseren. Dat ben ik een grote. Probeer ik te supporten waar het kan. Ja. En hoeveel van deze voorstellingen hebben jullie nu bezocht? Twee vandaag. Dit was de tweede. We hebben hiervoor ook nog een bandje gezien in Zuilen. Een coverbandje. En dat was ook erg leuk. Dus twee. Ook meegezongen. Ook meegezongen. Wat vind jij leuke muziek om te horen? Nou, ik sloeg al aan op dat er hier Erik Satie gespeeld werd. En dus mooie, beetje bezwerende pianomuziek. En dat we dan daarna samen mantra's gingen zingen was me niet bekend, maar was wel een leuke verrassing. Zouden jullie bij jezelf ook thuis kunnen organiseren? Nou, op mijn 38 vrolijke vierkante meter wordt het dan wel erg knus. Maar niet onmogelijk. En wat vonden jullie nu het leukste aan deze voorstelling? Eigenlijk het hele totaalpakket. Dus dat je bij iemand in een woonkamer zit. Je krijgt eerst piano, Grieks gitaar, meezingen. Niet per se één favoriet ding erbij. Juist het hele totaalpakket, dat je dat allemaal achter elkaar krijgt, dat is leuk. En ook een heel mooi aangekleed huis dit, Wat heb ik met de wijk? Eigenlijk niet zoveel. Daarom ben ik ook wel heel erg voor dit concept. Omdat ik zou wel meer verbinding willen met de wijk. En ik denk dat zulke soort initiatieven als deze dat wel stimuleren. Ja, je komt met elkaar in contact en je komt met elkaar in gesprek. En zodoende ontdek je zomaar dat je overeenkomsten met elkaar hebt en dat je misschien zelfs nog wat voor elkaar kunt betekenen. Home is where the heart is. Home is where the heart is.